ik Mexicaanse griep. Pandemie, godverdomme, nog een keer. Oké. De democratie. Het begrip vliegt je dagelijks om de oren en staat vaak voor meer dan alleen af en toe maar een stem. Een gezonde democratie bevat als cruciale bouwstenen vier dingen. 1. Scheiding der machten. 2. Een functionerende overheid waarbij het parlement de regering controleert. 3. Liefst eerlijke, transparante verkiezingen. En 4. Vrije, pluriforme en kritische media. Al in 1748 beschreef Montesquieu in zijn De l'esprit de loi het idee van de scheiding der machten. Een trias politica om machtsevenwicht in een overheid te organiseren en machtsmisbruik te voorkomen. Die ideeën werden 50 jaar later in 1798, best lang geleden, ook in de Nederlandse grondwet vastgelegd. En die grondwet leeft blijkbaar vandaag nog steeds. Prachtig, vind ik oprecht. Recht is namelijk hot en het gevecht tegen onrecht nog meer lijkt. In de pers, op scholen, bij overheden en bij bedrijven. Inclusie, diversiteit, Black Lives Matter, het recht om niet besmet te worden, gelijke rechten voor iedereen, geen discriminatie. De recente discussie rondom artikel 1 van de grondwet over gelijke behandeling en het discriminatieverbod is tekenend voor de emoties die recht en onrecht teweeg brengen. De grondwet zal waarschijnlijk aangepast worden. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan, zou als wettekst volstaan. Maar de wet noemde al sinds 1983 vijf voorbeelden van niet toegestaande discriminatie. Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. En daar moeten nu nog twee bij, is het voorstel. Namelijk seksuele gerichtheid en handicap. Ik snap het, ik ben zelf ook hardgrondig tegen discriminatie, op welke grond dan ook. En met zelf een ernstig meervoudig gehandicapt zoontje voel ik vanzelfsprekend ook met deze doelgroep mee. Maar eerlijk, of deze toevoegingen in de wet nu een werkelijke bijdrage leveren aan een meer gelijke behandeling van deze groepen, of diegene met een van de duizenden andere denkbare discriminatiegronden, is zeer de vraag. Wat opvalt is de drive van grote delen van de samenleving om nog meer recht te willen brengen. En dat is iets heel moois. Maar wat als er tegelijkertijd wetgeving in de maak is die diezelfde grondwet, onze grondwetten, die we zo graag nog eerlijker en nog inclusiever willen formuleren, op elk moment kan overroelen. Zonder instemming van het parlement en zonder werkende trias politica. Een minister als politieagent, rechter en beul aan de knoppen van wat 18 miljoen Nederlanders straks elke dag nog wel en nog niet mogen. Die wetgeving is er. De pandemiewet, die al door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is goedgekeurd, maakt van de WPG, dat is de wet publieke gezondheid, een soort machtigingswet. En stelt die minister van VWS in staat om op ieder moment dat hij of zij het nodig heeft acht, de gehele gereedschapskist aan pandemiemaatregelen in te zetten. Los van dat machtigingswetten in de wereldgeschiedenis zelden heel toffe gevolgen kenden. Denk aan het Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich uit 1933. Is het natuurlijk prima dat wanneer vliegende ebola door het land zou gieren en mensen daadwerkelijk bij bosjes neervallen op straat, er snel effectieve en proportionele maatregelen getroffen kunnen worden. In de voorgaande zin zitten echter drie cruciale elementen. 1. Een onbetwistbare, uiterst zeldzame en zeer ernstige crisis in de vorm van een voor vele miljoenen levensbedreigende ziekte. 2. Maatregelen die werken en wetenschappelijk onderbouwd zijn. En 3. Een grondige maatschappelijke kosten-batenafweging van die maatregelen, proportioneel. Op elk van deze drie elementen gaat deze uiterst gevaarlijke wet mank. Om met die laatste twee te beginnen. Een evaluatie van de werking van de maatregelen is nooit gemaakt. Ondanks inmiddels jarenlange aanhoudende moties en dringende adviezen van instituten als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en ondanks de inmiddels wereldwijd brede maatschappelijke basis waaruit valt op te maken dat vrijwel alle maatregelen geen enkel positief effect hadden en slechts veel schade brachten. Onze overheid betoogt in haar verdediging zoveel als in de mix van verschillende maatregelen is het moeilijk te zeggen wat precies welke bijdrage heeft geleverd. Dus dat gaan we niet onderzoeken. En daarbij weten we zeker dat het wel iets gedaan heeft, hoe klein ook. Want
we hebben de maatregelen eerder in de coronapandemie ook ingezet. Een nog kleuterachtiger en meer stuitende cirkelredenering is bijna niet denkbaar. De overheid heeft bij monden van de door haarzelf betaalde experts besloten dat mondkapjes, schoolsluitingen, anderhalve meters, lockdowns en het uitsluiten van miljoenen Nederlanders op basis van hun medische status gewoon hartstikke goed werkte. En waarom? Omdat het nu helemaal zo is. Geen onderzoek, geen feiten, geen wetenschap. Geen afweging tussen beoogde en niet beoogde effecten. Niks. En toch wordt de gereedschapskist met exact deze maatregelen vrolijk meegegeven aan elke toekomstige minister van VWS om naar eigen inzicht los te laten op de Nederlandse burger. En dat terwijl evaluaties van het beleid worden geweigerd, openbare data voor het vergaren van wetenschappelijke inzichten worden achtergehouden, terwijl de parlementaire enquête over de vreselijke puinhoop die de overheid zelf veroorzaakte nog moet starten en ongekende oversterfte en inmiddels voor het eerst in 120 jaar meer overlijdens dan geboortes in Nederland een realiteit zijn. Was dat dan alles? Nee, want daar houdt het niet op, helaas. Waar onze normale wetgeving in lijn met de grondwet zou moeten zijn, wordt in Nederland echter niet getoetst aan die grondwet. Als je als burger vindt dat je grondrechten onterecht worden ingeperkt, kan je daarvoor in Nederland nergens terecht. In Nederland toetsen rechters wel aan het EVRM, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar mooie waarden als human rights centraal staan. Het EVRM is supranationaal op Europees niveau en dus geen eigen grondwet, maar het beschermt gelukkig vergelijkbare, fundamentele, individuele vrijheden. De minister van VWS echter, namens onze regering en daarmee kennelijk namens u en mij, bindt zich steeds meer aan de WHO, weet wel, de World Health Organization, een wereldwijde organisatie zonder enig democratisch mandaat, die geen enkele verantwoordelijkheid hoeft af te leggen en die van lobbyclubs zoals de Global Alliance for Vaccines and Immunizations, GAVI, en de Bill and Melinda Gates Foundation, samen jaarlijks meer dan 1,2 miljard dollar ontvangt. Miljard. Meer dan van enig ander land ter wereld. Een organisatie bovendien die claimt de wereldgezondheid te dienen, maar die China met haar grondrechten vernietigende lockdowns als voorbeeld voor een excellente coronastrategie aan de hele wereld aanprees. Een organisatie die de definitie van pandemie al jaren geleden, vlak voor de fake Mexicaanse grieppandemie, ontdeed van de noodzaak dat er ook daadwerkelijk veel mensen als gevolg van een pandemie moeten overlijden. Die leugen op leugen stapelde en zichzelf vrolijk tegensprak over dodelijkheid, besmettelijkheid, vaccins en nieuwe concepten als asymptomatische besmettingen de wereld inhielp. Die organisatie zet internationaal druk op soevereine landen om de International Health Guidelines, de IHG, als bindend gezondheidsbeleid te volgen. Met Nederland natuurlijk als trotse en trouwe koploper. Diezelfde guidelines die eerst nog over pandemieën en ebola leken te gaan en om mensen te beschermen en gezondheid te vergroten, worden, terwijl je dit kijkt, aangepast. De adviezen worden bindend en de scope wordt vergroot. Niet alleen public health is meer in belang, maar straks alle risico's die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, stikstof, CO2 of misschien wel giftige overheidskritische ideeën. Allemaal volgens de heersende normen bij westerse overheden een bedreiging voor de volksgezondheid, het volk en de democratie. Als de WHO het zegt en het in de IHG staat, is het nu helemaal zo. Vette pech voor de honderden miljoenen burgers en hun grondrechten. En ook de uitvoering van de guidelines is straks niet meer gebaseerd op volledige inachtneming van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen, maar dat wordt veranderd in de beginselen van billijkheid, inclusiviteit, samenhang en in overeenstemming met, stukje weglaten, verantwoordelijkheden van de deelnemende staten, rekening houdend met hun sociale en economische ontwikkeling. Wat staat hier? Niemand die het weet. En op basis van welke onderbouwing kunnen straks oneindig bindende, zinloze, niet werkzame, ongrondwettige en vrijheidsberovende maatregelen genomen worden? Geen idee.
Maar het parlement laat die inschatting met deze wet volledig aan de minister, die zich op basis van de ondemocratische WHO laat influisteren welke situatie straks een risico op een situatie met mogelijke invloed op de volksgezondheid is. En welke maatregelen die billijkheid, inclusiviteit en samenhang dan zouden gaan brengen. En mocht jij als burger bezwaar willen maken tegen die inperkingen die door een minister per direct kunnen worden ingevoerd, ben je feitelijk rechteloos. Je kan niet terecht bij het strafrecht, niet bij het bestuursrecht, niet bij de politierechter. Je kan slechts een kort geding aanspannen of een bodemprocedure starten. In het eerste geval ontmoet je rechters die het ten helemale weigeren te toetsen op inhoud en vrolijk verwijzen naar de zogenaamde experts. Die zullen wel gelijk hebben. Dat zijn de experts die door overheden en geheime diensten op het podium worden gegeven en wetenschap op bestelling leveren. En in het geval van een bodemprocedure ben je snel 2 jaar en vele tienduizenden euro's verder. Oftewel, kansloos. Dit is de toekomst die zich voor ons ontvouwt als we deze onzalige wet niet alsnog in de Eerste Kamer stoppen. En als we de rol en het mandaat van de WHO niet uitvoerig en breed samen bespreken. Het goede nieuws is dat de grondwet bij allen op de radar staat. Maar Pennywise en tegelijkertijd Pound Foolish zijn met onze grondrechten is werkelijk dodelijk voor de democratie. Mogen we erop rekenen dat de senatoren van de Eerste Kamer hun werk doen en deze onzalige constitutionele staatsgreep stoppen nog voordat die begonnen is? Ik hoop het.